Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga verder met het laatste stukje van het verhaal van Pyramus en Thisbe van Ovidius Metamorfose, eindexamen 2023. Ad tu quae ramis arbor miserabile corpus, nunc te gesunius, mox est tectura deorum, signa tene caedis pulosquet luctibus aptos, semper habe foetus, gemini monumenta curis. Dus atu quae ramis arbor misera, atu quae ramis arbor miserabile corpus, nunc tegis unius mox est tectura durum, signa tene cadis pulos quet luctibus aptos, semper habe futus gemini monumenta curis. Denk aan de Elisie bij Poulos Quet. Nou, dan even de splitsing. Atu quai. Oh ja, atu, comma quai. Hier moet je echt splitsen. Hier is een bijzin. Een relatieve bijzin. En om het moeilijk te maken, het antecedent van die quai is niet die tu, wat je zou verwachten, maar deze arbor. Dus het handigste is dan om voor jezelf die arbor door te strepen en hem hier neer te zetten. Dan vergeet je dat niet. Er staan zoveel aantekeningen altijd. En dan raak je wel eens de kluts kwijt en vergeet je dingen. Gewoon noteren in op je blaadje. Je mag er overal allerlei kleurtjes en weet ik wat erbij zetten. Maar doe het ook, want dat vergeet je daarna weer. Nou, hier staat geen werkwoord. Dus het is weer een jabbement. En dan heb je dit stukje. Hier heb ik mijn werkwoord. Die zocht ik. Nou, en dan mok 6. Tectura duorum. Hier mist een que. Maar dat staat dan wel in de aantekeningen dat je die erbij moet denken. En ik heb dus een werkwoord. En pas op, dit is weer zo'n participium, zo'n PPP. Samen met S is samen een werkwoordelijk gezegde. Hè? Duorum, hier is het eind van de zin. Dan heb je hier de hoofdzin. En die hoort bij die atu. Want die atu arbor, daar heb ik helemaal nog geen werkwoord bij. Dus dat kan niet. Daar moet er iets bij. En die staat dus in deze zin. Zo. Tene is een imperativus. Een PV dus. Polos que et luctibus. Deze que. Hier staat geen. Hier, deze que geeft het begin aan van een nieuwe zin. Hij moet verschillende dingen doen. Je zou ook kunnen denken dat deze polos een opsomming is van die signa. Maar denk eraan, als je het ene denkt en je gaat verder en je merkt dat er iets niet klopt, controleer even al je stappen, kijk of je iets alles goed gedaan hebt. En hou er rekening mee dat sommige dingen meer dingen kunnen zijn dan dat ene. Dus wees flexibel. Hou niet vast aan één idee, controleer of er misschien andere mogelijkheden zijn. Nou, en die polosque hier is dus niet een opsomming van deze accustivus hier, maar het is een nieuwe zin. En daar heb je een jabbement bij. En hier is het werkwoord dat ik zocht. En die Gemini Monumenta Curis, een komma en dan dezelfde naamval als die fetus, is dus een bijstelling, een uitleg. Nou, dan hebben we nu de zinnen. Atu is een nominativus. Arbor is hier een vocativus. Wordt uitgelegd wie is die toe dan eigenlijk. Signa hoort daar dus bij en dat is een activus. Caedis is een genitivus. Quai is een nominativus en die hoort dus bij die boom, die we dus doorgestreept hebben. Miserabile corpus is een accusativus. Ramis is een ablativus. Unius is genitivus, van unus, een beetje vreemde vorm. Mox est structura duorum is een genitivus. Poulos is een accusativus. Aptos is een accusativus. Fetus is een accusativus. Monumenta is een accusativus. Luctibus is een ablativus. Of een dativus, dus ik straks wel. Gemini is een genitivus. En curoris is ook een genitivus. Nou, alles bij elkaar wordt het dus. Jij. Tene, hou vast. Gebiedenwijs. Signa, de tekens van de dood.
En er wordt uitgelegd wie die jij is, dat is de boom. Ze heeft er gegaan. Dus, maar jij, boom, behoud, klinkt misschien beter dan hou vast, de tekens van de dood. En dan wordt die jij, boom, nog toegesproken, dus die zin die zou eigenlijk hier achter de boom moeten komen. Want er wordt uitgelegd wie die boom is. Die jij bedekt tegens. Daarom dus ook die jij in de vorm. Je kunt hier natuurlijk niet jij bedekt vertalen, maar het geeft wel aan. Oké, het slaat terug op die jij. Miserabele corpus is het ongelukkige lichaam. Het beklagenswaardige is misschien mooier. Beklagenswaardige lichaam. Unius van 1. En ramis zijn takken. En er staat ook nog nu. Dus dat wordt dan jij die nu het beklagenswaardige lichaam van 1 bedekt. Met je takken natuurlijk. Door met in op vanaf. Met je takken is hier natuurlijk het mooiste. En dan hoort daar nog een, moet je die erbij denken. En die, aan asyndeton. En die est tectura, jij zal bedekken. Het lichaam is natuurlijk hier weggelaten, ellips. Maar dat weet je door de vorige zin van 2. En smoks betekent spoedig. Dus, en jij die spoedig de lichamen van 2 zal bedekken. Wat moet die? Dat hoort dus allemaal bij die maar jij, boom, behoudt de tekens van de dood. En die moest nog iets doen, want we hadden nog een nieuwe hoofdzin. Daar staat ook weer die gebiedende wijs. Heb, habe. Poulos aptos is donkere vruchten. Fetus, poulos aptos fetus. Donkere vruchten. Aptos, geschikt voor. En dan wordt een dativus bij. Oh, oh shit. Oké, ik dacht dat een ablativus was, maar het is een dativus. Oké, dan maken we er een dativus van. Even veranderen. Dus het wordt een dativus. Geschikt voor plus dativus. En dan hebben we nog de monumenta gemini cruoris. Herinnering. Eigenlijk meervoud. Herinneringen. Van dubbel bloed. En die vluchten zijn. Zo. En we hebben nog een paar ennen. En we hebben nog een altijd. Semper. Dus dat wordt dan. En heb. Altijd donkere vruchten. En geschikt voor. Oeh, ik had de datives nog niet gedaan. Dat was de datives ook alweer. De luctibus. Rauw. Gevoelens van rauw. Eigenlijk is het meervoud. Meervoud kun je omschrijven met gevoelens van rauw. Dus en geschikt voor gevoelens van rauw. Een herinnering. Van dubbel bloed. Wij herinneren niks van, maar we hebben een herinnering aan. Dus dat is weer zo'n dativus objectivus. Een herinnering aan dubbel bloed. Nou, wat doet ze dan? Dixit et aptato pectus mucrone sub imum incubuit ferro quod ad huca caide tepebat. Dus dixit et aptato. Tato pectus mucrone sub imum incubuit ferro quod ad hoc acaide tepebat. Even geen gekke dingen erin. Dixit is een PV. Et, daar begint een nieuwe zin. En hier zit geen werkwoord in, dus ik moet doorlezen. En ja, moment. En hier heb ik mijn werkwoord. Yes. En dan heb je hier een betrekkelijk voornaamwoord. Het
Antecedent is verro. Optato is een ablativus. Pectus is een actius of een nominativus, maar dat, zal hier, dat merk je wel later van oké, hier kan het geen nominativus zijn, aangezien ik weet wat er dan staat, wat de betekenissen zijn. Soms kun je bepaalde dingen, dus of het een actius of een nominativus is, pas beslissen op grond van de betekenis. Mucronen is een ablativus en denk daaraan dat je dus soms van plan moet veranderen. Blijf niet vasthouden aan iets wat een heilloze weg is, waarbij je er niet uitkomt. Kijk of er meerdere dingen zijn. En probeer dan die andere oplossing. Wees flexibel. Akaide, ablativus. En tipebert, pv. Zo, dik zit, zei zij. Wij zouden bijna zeggen, zo sprak zij. Klinkt wel mooi in Nederlands om dat te doen. Wees voorzichtig met dingen aanvullen. Lijn voorwerpen moet jij altijd wel aanvullen, maar... Niet denken dat adem mag altijd. Nee. Daar moet je een reden voor hebben om het aan te vullen. Incubuit is zij storten zich op. En daar hoort een dativus bij. Oh, oké. Okay. Verro is dus geen ablativus, maar een dativus. Oké. Okay. Dan hoort er een dativus. Niet dat het veel uitmaakt, want het komt toch hierin te staan. En ze storten zich op plus dativus. Die pectus zal wel bij subimum horen, want imum is een bijvoeglijk naamwoord, daar hoort een zelfstandig naamwoord bij. Dus onder tegen haar borst, onder haar borst. Eigenlijk staat er, wacht even, even niet te vrij. Onder haar borst, oké, okay, maar onder haar, onder het diepste, onder de diepste borst, dat bestaat dus ook niet, dus je moet de diepste dominant vertalen onder het diepste deel van haar borst. Aptato mucronae is het zwaard, dat is die dativus, en dan dat is die ferro, en aptato cruore moet daarboven staan, die komt eerder. Het zwaard. De punt geplaatst zijnde. Dat wordt dan allemaal bij elkaar. En nadat de punt van het punt geplaatst was onder tegen haar borst, even dat diepste deel, onder. Het diepste deel van haar borst dan. Van haar borst. Stortte zij zich op het zwaard. En van het zwaard wordt gezegd, quod is wat. Het zwaard dat. Ik heb een antecedent, dus je gebruikt geen wat, maar dat. Tepebat, het was lauw. Denk eraan dat het een imperfectum is, een beschrijving van een toestand. Of een langdurige handeling. Maar ik denk hier in toestand. Akaide. Door de. Van het bloed kun je beter zeggen. En kaide is hier elke keer bloed en geen moord. Adhoek is nog altijd. Ik vind het een beetje. Ja. Detail. Het zwaard dat nog lauw was. Van het bloed. Van Pyramus natuurlijk. Nou, dat wenste zij. Je zou kunnen zeggen, hoe weten de ouders dat? Maar oké, okay. De goden treden op. Tetigre. Tetigre is weer zo'n perfectum stam. Met een presens uitgang. Dus dat kan geen, dat klopt niet. Dus deze tetigre is gewoon een PV. De korte vorm voor tetigroend. En deze ook. Twee zinnen. Waarbij je die vota bij de onderste zin ook moet doen. Vota is een actius. Nominativus. Want deos is de actius. En parentes zal dan ook de actius zijn. De vota, de wensen van haar. De wensen. Zij raakten aan. En dat zijn dan de goden.
Tamen is echter. Heel vaak is het bij Herodotus echter in plaats van toch wat je geleerd hebt. De wensen echter raakten de goden. En dan daarna, parentes, de ouders. En zij raakten de ouders. Wat gebeurt er nou? Allemaal korte zinnetjes hier. Nam color in pomo est. Je zou verwachten, dan is die zin wel af, want ik heb hier een bv. Nee, est is een koppelwerkwoord, dus ik heb vaak twee nominatieven nodig. Ubi is een voegwoordje en dan heb ik hier ater. En dat is het naamwoordelijk deel van het gezegde dat bij est hoort. Dus nam color in pomo est, ater. En dan quodque moet je anders ook weer lezen, want anders gaat dat weer mis. Quodque moet je lezen als et it. Maar nee, er hoeft geen dingen in. Et it, dat is het antecedent. Dan krijg je de quod. Deze quod streep ik even door, want ik ga hem anders maken. Kun je allemaal op je klapblaadje doen, hè? Kun je allemaal op het proefwerkblad doen. Dat maakt niks uit. Quod. Oh, ik moet hem natuurlijk niet doorgestreept maken. Zo, dus ik heb de que weggehaald en ik heb het antecedent ingevuld. Ik maak hem blauw om te laten zien dat ik dat veranderd heb. En dat staat ook in de aantekeningen. En dan et it una requiescat. Zo. Dus dat et it zinnetje, dat hoort bij die una requiescat. Zo. Dus het is een klein dingetje, maar het is wel ingewikkeld. Color is een nominativus. Ater is een nominativus. In pomo is een ablativus. Door de in. Permaturuit is een pv. Superest is ook een pv. Ro en requiescat ook. En dan is rogis een nog zeg ik even zelf op te twijfelen. Een rogis is een ablativus. En in una is ook een ablativus. En una ook. Een groot hyperbaton. Una in una. De vertaling. Color, de kleur. Is. Oh, wacht even. Zwart. Donker, kun je ook zeggen. Donker. Hij is misschien niet zwart. Hij is donker. Oes. Is. Hij is. De kleur in pomo. In het fruit, in de vrucht. Dan krijg je de kleur in de vrucht is donker. Ubi permaturuit zodra hij is rijp geworden. Dus de kleur van de vrucht is donker zodra hij rijp is geworden. Het it en dat, oh nee, die n hoort niet, dat it, en hoort daarbij, dat requiescat kit rust, het rust, het rust, una in urna, in één urn, en dat, en dan komt er nog dat relatieve bijzinnetje bij, rust in één urn. En wat is dat dan? Nou, quod rogis superest. Dat wat superest betekent, het blijft over. En daar hoort een ablativus bij. En dat is, rogis is de brandstapels. Dat wat overblijft van de brandstapels. Rust in één urn. En dat was het zielige verhaaltje
van Pyramus en Tisbe. Tot de volgende keer.